Welkom bij een nieuwe tutorial. Nu gaan we ons programma van het zeefcement iets uitbreiden met een nieuwe technologie. En deze nieuwe technologie is een functie. Wat is nu een functie? Een functie is eigenlijk een klein mini-programmaatje dat je kan oproepen. Dit mini-programma kan geschreven zijn in het programma zelf of in een extern document staan. Er zijn drie soorten functies. Een functie die geen parameter heeft en geen return type. Een functie die wel een parameter heeft, maar geen return type. En een functie die een parameter heeft en een return type. Wat is nu een parameter? Een parameter is één of meer variabelen waarvan dat je de waarde meegeeft aan de functie. Dat zal bij de voorbeelden duidelijk worden wat hiermee bedoeld wordt. En wat is een return? Return is informatie die de functie teruggeeft aan het programma, zodat je met deze informatie verder kan werken, of berekenen, of iets mee aanvangen in ieder geval. Beginnen we met een functie die geen parameter heeft en die geen return heeft. Een van die functies, het bestand ook hierbij in bijlage van dit filmpje, is de functie zandloper. Excuseer. Void zandloper void is het schrijven van een functie. Void betekent hier dat er geen is, dus geen return type. Functie noemt looplicht en tussen haakjes de parameters, geen parameters, dus void. Wat doet de functie? De functie zegt er is een array looplicht. En deze keer is het niet A, B, C, D, E, F, maar is het A, B, G, E, D, C, G, F. Dit is deze keer om een soort zandloper te maken, namelijk dat je streepjes van je zeefcement, zo, tjuk, 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 en zo eigenlijk een soort zandloperfiguurtje tekenen, terwijl er gewacht wordt op iets. Dan zie je dat er een voorloop staat met van 0 tot 7, omdat er meerdere segmenten aangestuurd worden deze keer. En dan voor de rest is de technologie eigenlijk hetzelfde als besproken in het zeefcementprogramma, namelijk digital write zet het lampje low, waardoor dat lampje aangaat. Delay een seconde en zet het lampje terug high. Wat moet je nu doen? Dit is iets wat je voor de void setup schrijft, de functie zelf. En in het programma schrijf je dan gewoon zandloper, haakje open, haakje dicht, punt, komma. Dat is het leuke van een functie. Je kan dat dan oproepen in je programma. De microcontroller springt dan naar dat stukje code waar dat de oproep staat. Springt naar de code van de functie, voert die functie uit en springt dan terug naar waar dat die gebleven was in het programma. Zo kan je code recycleren en dat is ook meteen de reden waarom dat functies massaal gebruikt worden. Dat recycleren van de code zal je ook in het voorbeeldprogramma zien, want onze tweede functie is een functie met parameter. En dan zie je dat er hier niet veel veranderd is aan het programma dat hier op deze slide staat. Behalve dat er nu tussen de haakjes niet staat void, maar dat er nu staat integer tijd. En bij onze delay staat er niet een vaste delay van 1000, maar een delay van een bepaalde tijd. In het programma, om deze functie dan op te roepen, schrijf je niet zandloper haakje open haakje dicht, maar schrijf je zandloper haakje open een getal, bijvoorbeeld 10 of 100 of 1000, of een variabele die verwijst naar een getal. Dan haak je dicht en punt, komma. In dit programma maken we gebruik van functies. En er zijn twee functies, namelijk de functie zandloper zonder parameter. Daarbij staat de tijd vast ingesteld op 250 milliseconden. En de functie zandloper met parameter tijd. Hier staat die ingesteld om 5 keer de zandloper te laten lopen op een delay van 100 milliseconden, eens op 50 milliseconden, eens 5 keer op 10 milliseconden en eens 5 keer op 5 milliseconden. Zie je ook meteen duidelijk in beeld dat de zandloper steeds sneller gaat lopen. Nu zie je ook meteen het voordeel van gebruik maken van functies. Doordat je functies gebruikt, hoef je niet keer op keer diezelfde code te kopiëren in je programma. Je programma wordt daardoor veel leesbaarder
En omdat we gebruik maken van een functie met parameter, hoeven we gewoon een parameter aan te passen om een ander verloop te krijgen, namelijk een zandloper die sneller gaat, zonder dat we eigenlijk de code moeten aanpassen. Dus de functie blijft constant gelijk, maar we kunnen gewoon de parameter aanpassen en we krijgen een ander verloop. Dat is iets wat de functies een zeer krachtig hulpmiddel maakt.